LRF vissen, light rock fishing, makkelijk, snel, let's go! Het gevoel, ik zat al dicht bij de bodem, ik denk dat het een platvis is. Het is een mooie schaar. En of je achtervolgd wordt, ja, hier, boom. Goeie aanbeet, light rock fishing, dat werkt. Heel hele rustige aanbeet en in één keer, pap, fel. Goedemorgen. Ja. Alles goed, jongens. Kom even wat spulletjes halen. Een bakje koffie? Ja, lekker. Kom je altijd gezellig, bakje doen, dus op de route naar het vissen. Nou, ben benieuwd. Kijk eens. We zijn vandaag in het sluizengebied van Muiden. We gaan vissen met lichtgewicht materiaal. Langs de stenen, langs de bazalt, keien. LRF vissen, light rock fishing. Makkelijk, snel, let's go. Ik heb hem net ver ingeworpen. En ik ga nu heel langzaam, verplaats ik hem eventjes van plek. Gewoon kijken waar die vis zich nou ophoudt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de wijting in deze tijd, de wijting ligt vaak wat dieper. Het is koud, dus die wijting ligt vaak dieper. Maar vaak heb je nog wat kleine baasjes, die blijven het hele jaar rond blijven die hangen. Die liggen dan vaak wat ondieper. Een beetje de overgang tussen de stenen en het zand. Maar het is gewoon een kwestie van even uitzoeken. Levert deze stek niks op? Nou, dan gaan we gewoon verder zoeken naar de volgende stek. Zoeken. Onderlijntje, loodje, nou, een klein afhoudertje met onder een klein zijlijntje en een kraaltje. Nou, hier doe ik vervolgens een zagertje of een piertje aan. Moet ik niet op mijn bek gaan, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Oh. Zee sterretje, geinige beestjes. Dan wil ik zwemmen. Ja. Leuk! Dat is een vis. Dat is een voel. Ik zat al dicht bij de bodem. Ik denk dat het een platvis is. Ja, het is platvis, het is platvis. Het is een schaar zo te zien. Even kijken. Supermooi scharretje. Ja, hij is er volop gedoken. Ik denk, doe eventjes het systeempje wat lager, wat dichter bij de bodem. Net achter de rotsen. Nou, moet je kijken. Het is een mooie schaar. Hij mist wel een stuk van zijn staart, maar daar vechten hij niet minder door. Zo, even een zagertje eraan. Kijken of hier wat is te vangen. We staan nu recht voor de Newcastle-boot. Nou, we staan nu op de rotsen. Dat komt omdat het laag water is. Met hoogwater kun je hier niet staan. Nou, getij is altijd belangrijk bij het vissen. Zodra het water gaat stromen, wordt die vis actief. Stroomt het niet, dan is die vis ook niet zo actief. Dus dan vang je ze ook veel minder goed. Dus als je dit gaat doen en het getij loopt mooi en je hebt even tussen een paar uurtjes, dan kun je er zeker op uitgaan. Op naar de volgende stek. Nou, we zijn nu bij mijn klein sluisje. Ik verwacht eigenlijk dat hier vis zit. Dus ik ga nu eventjes met een dropshotmontage ga ik even proberen een visje te vangen. Als aas daarvoor heb ik nu even een zagertje. Klein haakje, echt haakje 12. Eerst weer even kijken of er de kleine vis zit. En als die er zit, zit die grote vis er ook meestal. Dus even kijken.
lijkt alsof je achtervolgd wordt. Ja, hier, boom. Goeie aanbijt. Het voelt als een bot. Het gaat zo in één keer de diepte in. Heerlijk om dat lichte materiaal. Nou, een beetje echt bam, vol erop. Ja, inderdaad, een bot. Nou, een mooie. Dus ik pak toch even het sleepje, even ondiep over de bodem. Ik denk dat dropshot is toch even te onrustig voor nu. Nou, dat wordt eventjes een schepje eronder. Ah, dat is leuk. Weer een platvis, botje in dit geval. Nou kijk, zo zie je. Live rockfishing. Dat werkt. Kijk, mooi botje. Heerlijke sport op dat lichte materiaal. Nou, die gaan we weer terugzetten. Gaan we, jongen. En dan gaat hij weer. Het is een mooie plek, hier stroomt het lekker hard. Ja, het mooie van het live rockvissen, dus ook van ja, je hebt weinig spullen nodig, je bent vrij mobiel. De ene keer ga je alleen met kunst aan, de andere keer neem je ook wat aas mee. Maakt voor de rest niet zoveel uit. En je hebt eigenlijk niet zoveel nodig, gewoon je baas, snoepbaasmateriaal, een spinengeltje eventueel. En daar heb je eigenlijk al genoeg aan. Dat is wel lekker, je kan dit echt twee, drie uurtjes en je woont hier in de buurt, nou, dan rij je even heen. Ik zal nog even een beetje klimmen en dan gaan we weer naar de volgende stek. Oké. Handig hè, zo'n schepnet. Ja, zit vis aan. Ja, zit vis aan hoor. Ik ben benieuwd wat het is. Net voor het donker. Het is niet heel groot hoor. Hij wou het wel graag hebben. Ik kreeg eerst een paar schokjes en toen denk ik een felle tik. Nou, dan weet je het wel. Even kijken hoor. Een zeebaasje lijkt het wel. Ja. Oh, nou. Dat was een zeebaasje. Geen grote. Ik heb hem officieel niet gevangen, maar we hebben de aanbod gevoeld, dus ik ben tevreden. Toch leuk. Even kijken of we nog eentje kunnen vangen. Hé, hey, aanbeet. Ja. Kijk. Heel rustig aanbeet. Het lijkt wel een klein zeebaasje van dan ook. Een heel rustig aanbeet en in één keer tapvel. En dan... ben benieuwd. Ah, ik kom makkelijk mee. Het is geen grote vis. Ik denk lijkt wel een wijtentje. Ja, inderdaad. Kijk, nog een klein wijtentje. Ah, het begint nu een beetje donker te worden. Het begint nu echt wel lekker te stromen. Kijk, nog een kleine wijting. Toch nog een afsluiter. Ik zal hem even terug gooien. Nou, vandaag lekker op licht materiaal. Verschillende visjes gevangen. Lekker dagje gevist.